kut. Are you kidding me? Ik kan er niet uit. Wat is dit voor geluid? Nee. Nee, 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 nee. Yo, dames en heren, mijn naam is Don. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe H1Z1 Battle Royale. Iemand vliegt hartstikke dicht bij ons, maar wij gaan natuurlijk ons uiterste best weer doen om de nummer 1 plek te proberen te behalen. We gaan hier eventjes landen bij dit grotje. Dat is gewoon even 1, 2, 3 zo'n veilige plek die ik gewoon eventjes weet. Om gewoon even een paar spulletjes te pakken. En vanuit daar kunnen we dan weer verder gaan. Oké, we hebben een pistool. White Convey sneakers. Komt goed uit. Oh god, wordt geschoten. Even kijken, er liggen genoeg helmpjes hier. Alright, let's go. Nou, ik heb sinds de vorige keer dat ik speelde eigenlijk mijn speelstijl een beetje aangepast. Dus hopelijk kan het in ons voordeel werken. Er loopt hier trouwens een persoon. We moeten dichtbij genoeg komen om uiteindelijk in zijn flikker te kunnen schieten. Ik zie het niet goed, ik zie het niet goed, ik zie het nog steeds niet goed. Hij heeft me nog steeds niet door. Hij zit nog steeds in het open nu. Want dat is logisch, hij zit in de auto, boys. U mag best sterven, hoor. Tjongejonge, dat kost me veel te veel kogels. Dus ze zitten hier ook gewoon allemaal hier rechts. Hop, 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 hop. Ja, die kan ik dus niet doden met mijn fucking 11 kogels. Al zag je hoeveel moeite ik al had met die ene gast hier al. Gaat niet goed komen, we boeken hem wel gewoon weg. Maar dan hebben we in ieder geval al 1 kill. En daardoor even wat scrap cloth, wat dus kan resulteren in wat extra bandages. Ik denk dat hij mij gezien heeft. Dit is fucked, ouwe. Hoe moet ik hem nou weer doden met 11 kogels? Hij heeft me door. Fuck it, ik boek gewoon naar dat ene Bunjik Farms daar, oh. Ja, ik zie hem daar bij die watchtower. Volgens mij heeft hij het niet doorgehad dat ik, zeg maar, door ben geboekt. Nou ja, des te beter voor mij. Als deze campers open zijn, zijn we eigenlijk best wel flink de lul. Kut, die deur is open. Alsjeblieft, fingers crossed dat die gewoon altijd al open staat. Alhoewel, er ligt hier gewoon een extra pistool. Ja, dat zijn gewoon kogels die we kunnen pakken, weet je. Het is niet het beste pistooltje, maar whatever. Oh, kijk. Oh my god. De redding. Alright, hier moeten we het maar mee doen. Een paar shirtjes, wat extra M9 ammo en een extra pistooltje erbij. Er is nog geen cirkel gedropt. Ik ga hier nog even de schuurtjes checken. En dan kan ik ook gelijk even bandages maken. Oh my god. Oh dear god. Oh dear god. Hij heeft een quad. Tu, 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 tu. En hij heeft een shotgun. Tu, 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 tu. Kutzooi. I don't have that much, bro. But you can have my M9. GG. Alright. Laten wij landen bij deze huisjes hier. En bij dat ene zwembad. Daar zit altijd gear in. Altijd best wel goede gear zelfs ook. En ik heb zelfs ook het gevoel dat het ook een beetje een underrated plek is. Dat mensen zitten van, ja, nou ja, waarom zouden we daar naartoe gaan als je al de hele stad voor je hebt liggen, bla bla bla, zoek het meuk. Met als resultaat dat ik de enige in dit huisje ben en misschien zelfs wel in dit blok. Oh my god, een AK. Told you. Oh god. Dat is wel erg dichtbij, moet ik zeggen, hoor. Dat is eigenlijk een beetje die kant op. Hier op straat. Oh, het klonk echt alsof het gewoon hier op het pad was, joh. Uh-oh. Uh-oh. Er komt iemand aan. Er zit iemand in dit gebouw, waar ik nu zit. Kom voetstappen. Gaat u maar eens even liggen, hè? Ik heb bijna mijn broek gekakt hierdoor, joh. Klote, het kostte veel meer kogels dan dat ik zou willen. Hij had wel een AK, dus hij had wel, zeg maar, kogels voor me meegenomen. Kijk, dat is mooi, dat is aardig van hem. En een shotgun, ja hoor. Dank u voor alles. Holy shit, dat zijn zijn kogels. Oké, wij zitten op het moment bij dit gedeelte, D6. En we moeten net iets meer naar het noorden om in de cirkel te komen. Kijk, wat is de grens ongeveer? Volgens mij is letterlijk deze weg al de grens. Hé, wacht, er staat een auto. Geen persoon erin. Volgens mij staat er niet standaard een auto, hoor. Nee, 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 die staat daar niet standaard.
Oh kut, ik zie een persoon. Ik heb geen clear shot op hem. Down. Kostte me 8 kogels. Nou ja, nu hebben we weer gewoon mooi 30-60. Oh. Dat klonk wel erg dichtbij. AR-kogels, AK-kogels, ja hoor. En een nieuwe body armor. Kut. Dat was zo dichtbij. Ah, we kunnen nu wel teringhard met de AK gaan sprayen, omdat we zoveel kogels hebben. Alleen dan moeten we natuurlijk wel daar even een persoontje voor zien te vinden. Ik heb het gevoel alsof er al iemand in dit gebouw zit. Aan de schoten te horen staat er iemand letterlijk daar op het dak. Zie je hem? Ja, die zal niet daar blijven staan, dat kan ik je nu al garanderen. Maar ik moet ook oppassen dat er zeg maar niemand in mijn rug komt of via dit raampje gaat kijken. Want dan ben ik echt de lul. Hey, waar komen die schoten vandaan? Daro. En die zit te schieten op dit gebouw. Is hij down? Als hij zit te schieten op dat gebouw en hij zit bovenop dat gebouw... Want als ik naar het dak ga van dit gebouw en hem voor zijn bakken schiet. Eens even kijken via dit raampje, hè? Ik zie nog geen beweging, maar die dakdeur... Hallo! Daar die dakdeur, die staat open. Alleen ik zie hem niet. Jesus, talk about butt clench. Maar als ik deze deur open, dan zal hij dat gegarandeerd horen. Daarom wil ik eigenlijk gewoon wachten totdat hij zo naar zijn deurtje toe gaat en dan... Fuck it, ik hoor die schoten, ik wil gewoon kijken. Oh, ik zie hem aan de overkant. Serieus, is dat die ene persoon? Maar ik zou zweren dat er iemand hier aan de overkant zit. Dit was zo'n slecht idee, waarom deed ik dit nou? Dit was een slecht idee, ik ga weer naar binnen. Daag. Ik ga het erop wagen. Ik ga naar buiten toe. Ik neem alvast gewoon één first aid kit. En dan boek ik hem naar buiten om te kijken of we even naar het noorden kunnen komen. Die auto, die staat er niet. Oh wacht, die staat er wel. Hahaha, kut. Of ik ga bij die wachttoren zitten. Ja, goeie. Als straks de cirkel zich aan het voortzetten is naar het noorden toe, wat ik denk dat het gaat doen, dan is deze toren echt fucking ideaal. Ja, die airdrop die ga ik dus even niet pakken, hè. Nou, zonder auto bij een airdrop te gaan pakken, ja, dan heb ik ook gewoon een doodswens. Laten we dat maar niet doen. Maar als dan mensen straks hier naar het noorden gaan rijden, dan kan ik ze gewoon hier vanuit dit dingetje pakken en zo op een auto. We hebben toch genoeg AK-kogels. Oh, ik hoor een auto. Shit, sta op. Waar is hij? Daar. Zit hij er nog in? Ik kan het niet zien. Hij zit er nog in. Wacht. Die is dood. Ja, dan moet je maar niet gaan stilstaan, meneer Makukakala. Ik zie daar ook nog een politieauto. Dus niet dezelfde als die. Ik vraag me af waar die persoon dan is. Oh, kut. Volgende cirkel is nog meer richting het noorden. We kunnen zeg maar, we zitten nu hier, naar het westen lopen en dan richting het noorden. En dan vanuit het westelijke punt gaan werken. Ja, ik ga de spullen niet van die gast pakken. Die ligt te erg in het open. Ook al, hey Don, maar je rent nu ook in het open. Ja, stop met op een fucking puntje zitten te hameren. Oh god, daar staat ook al een persoon. For fuck's sakes. Oké, dan moeten we daar rekening mee houden. Want die komt waarschijnlijk vanuit het noorden. En ik denk dat hij dan deze heuvel wil hebben als deze zeg maar buiten de cirkel blijft. Dus als hij dan er naartoe komt rijden, kan ik hem beschieten, hè? Oké, ik zit in de cirkel. Hij komt deze kant enigszins oprijden, of niet? Wat is je plan, broer? Ik zie hem rijden. Zag hem rijden. Hij gaat zeg maar naar beneden toe. Waarom zou hij dat doen? Ho, ik zie daar nog een auto. Daar, oh. Volgens mij komt die wel hier zeg maar omhoog rijden. Volgens zijn koers? Oh man, dan zouden we hem zo mooi in zijn kop kunnen tikken, hè? Oh god, hij valt. Hij is eruit. Waar is hij heen? Hij is links. Dat is hem. Ik moest first person, omdat ik zeg maar naar beneden keek. Anders was het echt niet te doen.
Alright. Ik wil op zich wel zijn lijk pakken, maar die ene man met die in een rode jeep, die zit er volgens mij ook nog ergens te loeren. Toch maar eens even nieuwsgierig kijken, oh. En dat is er nog één. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Daar potato één, dik hem even flink. Ah, fuck, deze man had gewoon twee AK's, maar ik heb nu echt te veel first aid kits, ouwe. Bro, je hoort het me niet vaak zeggen, maar ik dropte toch even 10. Maar dat is het punt. Ik weet nu niet meer waar ze vandaan komen. En ik weet ook niet of ik überhaupt veilig zit. Stel, zit er wel één op die heuvel, weet je. Ik zit echt hier enigszins best wel goed. Andere kant ook weer best wel slecht. Oh god, er zit er één. Hij zit bij die twee bomen, zeg maar. Nee! Fuck! Dat komt omdat hij granaat op me gooide. Hij had 0 HP. Oh, ben je Nederlands, ja? Ja, man. What the fuck? We hebben die kill laten wonnen. Ja, je had me gewoon niet moeten doden, broer. Je had mij niet moeten doden. Man, nee. Jij gooide de granaat op mij. Jij nam het initiatief. Ik wilde gewoon lekker zitten. Wacht, ben jij game, meneer? Nee, man. Hoe kom je daar nou weer bij? Hé, hey, je bent hier wel. Ja, man. Ja, kom ik nu in een video? Ik denk het wel, ouwe. Ik denk het wel. Goed gespeeld. Ja, jij ook, man. GG. GG. Dat kan je toch niet geloven? Wij, gewoon... Ik was derde, die andere man werd dan tweede en dan laatste. Echt van... Oh, ik ben nog over. Alright, ik had gewoon nog even zin in het derde potje. Dus aanschouw het derde potje. We landen, als het goed is, bij een plek waar ook een camper is. En daar staat een auto bij. Tenminste, die staat daar verderop. En ik ga nu even bij dit fortje landen. Ja, ik hecht niet zoveel waarde aan auto's, maar meer aan wapens. Nou, het zal me verbazen als die auto er nog staat. Verdomme, waarom landt hier dan ook niemand? Dit is echt zo'n standaard plek om te landen. Dus het verbaast me gewoon echt dat hier nog niemand is geweest. Oké, dan rijden we vanaf hier eigenlijk naar de volgende plek. Dat is een staakcaravan locatie. Die zit hier. Kunnen we dit ook nog even looten? Ik zet gewoon mijn auto in het midden en we zien het wel. Al heb ik het gevoel dat er wel hier iemand is. Dus misschien is het beter als we dan die persoon eerst even opzoeken voordat we verder gaan. Oh, ik zie hem. Hij ziet mij ongetwijfeld ook. Tenzij hij echt niet heeft zitten opletten. Ja, ik kan op zich met de auto naar hem toe rijden om hem echt een dikke surprise motherfucker te geven, maar... Ik weet ook weer niet of dat zo goed zal uitpakken. Oh my god. En hij is down. Serieus? What the fuck dacht deze man? Ik dacht dat hij mij gezien had. Oh, wild style AR. Ja hoor. Rasta helmpie. Ja hoor. Hij ziet er gewoon geinig uit hier. Mooi skinnetje, daar doen we het maar voor. Maar heeft hij niet alles gecheckt? Dat verbaast me dan weer, weet je. Want hij had gewoon genoeg tijd om alles te checken. En doet hij het niet. Ja, daar weet ik het ook niet meer. Ik wil eigenlijk naar dit puntje toe rijden. Of hier ergens zit een lege basis of wat dan ook. Dus het lijkt me handig als we daar naartoe rijden. Dan zijn we gewoon weg van alle meuk. En dan zitten we alsnog veilig. Ik zie hier een persoon links. Fuck it. Got him. Dat zijn die skills. Hij had zelfs een fucking AK. 11 kogels, Jesus. Ik weet niet of dat de moeite waard is. Maar ja, dan hebben we hem tenminste alvast. Pakken we daar nou gewoon alle ammo op die we ervoor krijgen. Oh ja, als je geen idee had van wat daar zojuist gebeurde. Van, huh? Maar je kan nog niet van de bestuurdersstoel afschieten. Nee, ik ging ook snel naar de passagiersstoel. Om even een paar schoten te schieten. En dan pas stapte ik uit. Om dus verwarring te creëren. Dit meen je niet, hè? Dit ga je niet menen, hè? Dank u. Oh my god, de airdrop is daar. Fuck it! Airdrop! 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 Oh my god, ik ben veel te gretig aan het doen. Airdrop! Airdrop! Wat verdomme man. Snel, snel, snel. Zit er een hunting rifle in? Nee! Kut!
Dat zijn bommetjes, die gaan zeer doen. Oké. Er zat geen hunting rifle in, dus we kunnen zeg maar gewoon deze shit pakken die erin zit. Oké, wat zit erin? Die. Ja, oké, we boeken hem. Aha! Eindelijk gevonden. Hopelijk ligt er dan ook nog wat shit, want anders was het gewoon compleet de moeite niet waard. Dan heb ik gewoon echt mijn auto helemaal naar fucking 72% gereden voor niks. First aid kit, het was het waard. Ik weet niet, ik loop hier eigenlijk best wel nonchalant doorheen. Maar natuurlijk moet ik wel een beetje opletten dat ik niet voor mijn bakjes word geschoten. Maar ja, al deze loot, weet je. Het ligt voor het oprapen. Ik ben hier trouwens nog nooit geweest, dus ik weet ook niet echt de standaard lootplekjes bij dit. Ja, de ware huizen sowieso. Een vervelend puntje. Wij zitten in B4, aan de kant van de weg. Volgende cirkel is niet aan de kant van de weg. Dat is vervelend. Dat betekent dat we onszelf moeten aanpassen en dus in de cirkel moeten gaan zitten. Nou, dit is het eerste wat ik in de tent vind. Een tas. En hier first aid kit. Voor de rest heb ik zo'n beetje elke tent gecheckt. Ah, het ligt gewoon geen ene kut. Dus mocht je ooit in Battle Royale zitten en ooit bij deze plek terechtkomen. Ik herhaal mezelf. Mocht je ooit bij deze plek komen, check dan deze tent, want er ligt een AK op de grond. Kijk even goed naar de omgeving. Kijk, dat is de weg. Dat is een zijingangetje. Die tent. Ligt een AK. Mee. Are you kidding me? Je fucking rolde gewoon er vanaf en je fucking besloot gewoon even te flippen. Flip terug. Kut. Are you kidding me? Ik kan er niet uit. Wat is dit voor geluid? Nee. Oh my god. Ja, hij staat weer. Dag, alsof ik dat ding ga aanraken. Ik moet even heel gauw richting het oosten gaan boeken. Fucking één schot op de ding en hij is kapot, joh. Oh my god. Oh ja, daar heb je het. Het gas. We zitten er als het goed is gewoon een klein stukje in. Kijk hier, we zijn er alweer uit. Dat hebben we net goed gehaald. Oké, de volgende cirkel. Oh, for fuck's sake, heb ik net dit ding. Ja, duidelijke taal. Oké, we zitten weer aan de weg. Jesus, de weg die kwam ook opeens. Dat betekent dat we hier ergens zitten. Even een veiligere plek uitkiezen. Stopt een auto bij dat ene kampje daar? Nee, hij rijdt toch door. Blijkbaar vertrouwt hij de boel niet. Groots gelijk. Oh, wacht. Nee, hij keert toch weer terug. Wat wil je nou? Die zit gewoon rond te speurten, joh. Volgende cirkel is weer helemaal aan de andere kant. Ouwe, ik word het een beetje spuugzat om elke keer het gevaar te moeten opzoeken. In plaats van dat het gevaar op mij afkomt. Want daar is blijkbaar een hele battle gaande. Ik zie daar een persoon in ieder geval. Fuck it. Nu maar hopen dat hij me niet ziet. Ik doe mijn schoenen uit voor de zekerheid. En dan pakken we gewoon lekker een boompie. Nice try, though. Pas op. Caleb, did you blow up my AT&T? Sorry? Did you blow up my little tiny vehicle? Jezus! Ik ben... Ja, dood bloeden! What a fucking magnum. Dit is triest. U kunt zeggen dat is triest. Fucking geflankt door een magnum. Maar dat was hem daarentegen dan wel weer. Bedankt voor het kijken. Vond je het een leuke video? Dan mag je dat belonen met een duimpje omhoog. En dan zie ik je graag terug bij de volgende H1Z1. Doei doei!